In het Schildertheater in Terneuzen speelt Mathilde. Het tragische levensverhaal van een Terneuzens meisje dat een van de kleurrijkste society-figuren uit de jaren 70 zal worden. Mathilde Willink was de echtgenote en muze van de beroemde schilder Karel Willink. Ik kwam naar Amsterdam. Ik had niets meer te zoeken in Zeeland. Kunstgeschiedenis en Latijn ging ik studeren. Nog nooit was er iemand geweest die zo naar mij had gekeken zoals Willink naar mij keek. Er was een leraar ooit. Er was een buurjongetje. Er was een man van de fietswinkel in Terneuzen. Frits Fietsen. Maar die vielen allemaal in het niet bij hem. Bij Willink. Feest! Louis van Beek speelt Mathilde Willink. Voor hem was Mathilde meer dan een kleurrijke buitenkant. Ze heeft zichzelf geprofileerd als levend kunstwerk en als de muze van Karel Willink. Maar dat ze daarnaast ook een hele intelligente vrouw was die exposities voor hem organiseerde in Parijs. En die kunstgeschiedenis in Latijn studeerde. Die gewoon echt niet dom was en precies wist wat ze wilde. Dat vergeten mensen vaak wel. En dat het ook een grote liefde was, Karel en Mathilde. En als die liefde dan kapot gaat, dat is dan natuurlijk altijd voor iedereen altijd heel moeilijk. Ik mis Willink nog elke dag. Maar ik ben een groot fregatschip dat de wilde zeeën en oceanen bevaart, ja? Weliswaar met verscheurde zeilen, een beetje zichtzaggend, maar het vaart. Dat hij een vrouw moet spelen is voor Louis van Beek geen probleem. Eerder een uitdaging. Je kijkt toch naar iemand die voor zichzelf een enorme vermomming heeft gecreëerd. Of vermomming, een enorm kunstwerk heeft gemaakt van zichzelf. En daaronder zit altijd nog een mens. En dat is het leukste om dat ook te laten zien. Dwars door die hele vermomming heen. En dat daar toevallig dan nu een mannelijk acteur onder zit. Ja, ik denk dat je dat vergeet. Dat hoop ik. Dat je dat vergeet. En bovendien geeft het voor mij de voorstellingen in die zin een extra dimensie. Dat ik van mijzelf als speler zo totaal iemand anders moet maken. En in dit geval ook nog een vrouw. Dat het voor mij als speler een enorm grote kans is om dit zo te mogen doen. Vermoedelijke zelfmoord met als mogelijke oorzaak geestelijk lijden. Een pistoolschot in het linker oor. Met het pistool in de rechterhand. Dat was het politierapport. Dat was de officiële lezing. De voorstelling Mathilde zal in Zeeland in verschillende zalen te zien zijn. Wie gelooft dat?